die 1v1 opzoeken met Flood. Wil die het maximale halen uit zijn pick? Als je als Nidalee namelijk een CS-lead kan vinden, dan wordt het al snel makkelijker voor je om consequent druk te zetten. En we zien hier nu ook die invade in de topside. Is die toplane 1v1, er wordt heel erg dominance is gepopt. En daar komt ook de Volibear ult met Flash weg daarvoor op. Maar Flash erachteraan van Phoenix zorgt voor een solo kill first blood in de toplane. Nu moet ook wel Knight oppassen. Heeft natuurlijk wel de hulp van Dimu daar ook. Wie wint deze 2v2? Dat is de vraag. Het is Knight die wel moet oppassen daar. Ondertussen nog meer actie in de botlane wanneer Death Sentence raakt op Duimelot. Cleanse wordt daar gebruikt, maar de Ignite is aan het tikken. Ik weet niet of het genoeg is. Het is uiteindelijk de support van Sexman die de kill weet op te pakken. En ik ben ook benieuwd welke beeldpraf we hier van Diebel gaan zien. Want ondertussen gezien de compositie. Oké. Xavier wordt daar gewoon opgeblazen. En Enchanted Curse er. Ze staan ontzettend ver naar voren. En dan is het zo ontzettend makkelijk met de energie. Herald wordt gebruikt. Zal zonder problemen worden. Hij is klaar. En dit is niet iets wat je als Renekton echt kan verdedigen. Je moet nu maken dat je wegkomt. Precies, daar komt de ultimate. Die turret, die staat uit. Dat is een Rift Herald die ondertussen gewoon even wordt geplaatst. Even aan het stylen. Ik bedoel, de kill is er. Die Rift Herald staat er. Uiteindelijk, het was niet de cleanse dive. Maar je hebt de kill en waarschijnlijk ook deze turret. Precies, de culling wordt daar gebruikt. Van Sumi, maar voor de rest niet zoveel meegedaan. Ondertussen de botlane en Shantcrusher gaat dit keer bij. Maar ook een teleport die naar binnen komt. We hebben een enorme fiesta hier. 4-4 in de botlane. Gebruik te maken van hoe sterk hun early en midgame is. En op die manier jouw... Er zijn twee dingen die je denk ik hier kan doen als KVM eSports. Of je moet flanks vinden, backline access. Of ganks zoals dit. Oh ja, het is hier. Knight die wellicht in de problemen is. Kan er echt wel veel tijd kopen. Weet daar gewoon weg te komen. Met wederom defensief de dominance moet poppen. De dominance eigenlijk helemaal niet zo dominant. Enchanted Crystal Arrow komt dan wel uiteindelijk neer. Het is Sumo die aardig wat damage weet te doen, maar is damage ook genoeg? Dus vraag Death Sentence raakt er ook. En het is Knight die naar binnen wordt gehoekt met de Haymaker. Die zal uiteindelijk op een killing spree daar. Zal goed voelen dat, die carry. Al pakt KVM hier wel dankzij het tempo wat ze hebben kunnen genereren. Voordeel over Knight, iets wat je wel verwacht wanneer je een range voordeel hebt op je tegenstander. Als er ondertussen Phoenix, die gaat er gewoon in. Dat is de shutdown op Sumi, dat noem ik nog eens een caster curse. Al is het echt wel praktisch, ook zijn leven hier moet opleven. De Haymaker Shield zorgt in ieder geval voor dat Knight nog in leven weet te blijven. Hier in ieder geval ook nog Xavier die Gon gaat om hemzelf in leven te houden. Robba, die kan nu eindelijk agressief gaan spelen. Dominance wordt gepopt en Flood pakt daar de kill op Knight. Wat er hier nu gaat gebeuren qua pressure die neerkomt. De mid-turret in ieder geval opgelegd. Posities gezeten en heeft toen soms niet de daadwerkelijke finish kunnen vinden. Als we hier nu de fight zien. Precies, het is de Culling die aardig wat damage weet te doen. Het is Phoenix die weg moet rennen en voor ook neer wordt gehaald. Wederom door Rechter, die gaat neer. Haymaker doet aardig wat damage. Daar is ook de Subflex. De Facebreaker kan echter niet gevonden worden. Sumi pakt die kill maar al te graag op. Het is KV Mechelen die hier toch weer bovenuit komt in deze fights. En dit zijn niet skirmishes die je mag verliezen. En het is omdat Sector 1 disjointed is practice. Is niet in een positie om daar te doen. Xavier is in het begin van die fight niet aanwezig. En daarnaast vecht je net voor wat grote item spikes. Ik hoop ook dat ze niet gaan proberen om deze Drake daadwerkelijk te contesten. Want het is een groot risico. Ja, het is Xavier die weg moet rennen. Mag misschien wel fresh spelen, maar kan... Kans is dat je niet valt in de velkool van daadwerkelijk 5-5 vechten. Oeh, maar dan op dit moment zijn dit soort picks heel veel waard. Robba die eindelijk zijn eerste kill van de game weet op te pakken. Sector 1 die wel dan probeert te traden met deze midlane turret. Maar het zijn continu deze picks die KV Mechelen op dit moment een gold lead geeft. KVM, ze blijven hier gebruik maken van de overextensies en sidelines van Sector 1. En dan moet op een gegeven moment moet dat fout gaan. En dat zien we ook consequent gebeuren. Oef. Weer een skirmish. Ja, en Sumi die wederom... Het is een Sumi, zeg ik dat goed. Het is heel lastig om te zien allemaal dubbel kill hier voor de kant van KVM. Die is naar voren blijven lopen. En Dibu die heeft denk ik momenteel het gevoel dat hij hier in de gevangenis zit. Ze staan nog niet op soulpoint. Je kan deze Drake nog opgeven. Je kan nog wachten op je spikes. Al zijn belangrijke spikes wel gehit als de engage hier gezocht wordt. Inderdaad, Robben kijkt voor de engage. Maar die staat nu wel eens eentje voor iedereen. Rechter, die pakt de kill wanneer Phoenix wordt gehoekt. Knight, die kan geen enkele kant op. We vroegen het ons af, hoe gaat Rechter deze game doen? Hij doet het heel goed in ieder geval. Dibu, die probeert hier nog wat te vinden op Robben. Maar vooral, die gaat daar naar voren flashen. Duimelot ben je daar de kill te secure voor zijn team. Het is alleen Practice en Xavier die levend zijn.
Maar KV Mechelen, zij hebben nu de hele map voor hunzelf. Ze kunnen doen wat ze willen. En daarmee gaan ze de baas van Sector 1 openbreken. Simpelweg niks wat Sector 1 niet kan doen. Keer op keer op keer hebben ze hier skirmishes gepakt. En nu is de gold lead te groot voor KV. Ik wilde zeggen, was Sumi die een elixir heeft gekocht net. Maar Phoenix, die moet nu ook oppassen. Dark Passage wordt gebruikt om hem in leven te houden. Hij is Bizarro. Daar is de death sentence op Daimlot. Die zal hier neergaan onder de turret. Maar Robba gaat er gewoon in. Die weet practice zonder flash en zonder ultimate op te blazen. 1-1, maar een AD carry voor een support is een trade die KV Mechelen maar al te graag pakt. Speer daar wel oprecht aardig wat damage, maar... Op dit moment is het een cakewalk in de base van Sector 1. Ik zei het was een snowbally compositie. Het was een match die snel een van beide kanten opgaat. En als het een trage match was waarin geen beide teams een lead kon vinden, dan was Sector 1 happy. Als ze een voorsprong pakken was het heel snel afgelopen. Maar het is KVM die hier de constante impact vindt. Ja, Robba die daar bijna werd neergehaald door Dibu Savior. Hetzelfde geval. Phoenix nog steeds aardig low. Twee inhibitors worden nu neergehaald van deze match het geval. Dat is altijd al het geval geweest bij Sector 1. Maar tot nog toe kon KVM het nooit uitbuiten zoals ze nu doen. Ja, dat is hem niet. Eén culling. 20% ja. Van Xavier's helft nog over als Dibu. Die is nood. Dat is Baron waarschijnlijk. En Robba, die is nog niet klaar. Die wil nog wat meer. Daar komt dan wel de suplex. Maar dat is Knight die letterlijk het team inrent van KV Mechelen. Dat zijn Dibu en Knight neer. Vijf man van KV Mechelen die nog levend zijn. Ze kunnen nu de base inlopen. Dus dan hier is jullie... Hier is jullie overwinst op een gouden bord, wordt hij ingeleverd. Praxis, het zou echt een mirakel moeten zijn wat hij hier af... Maar ik betwijfel mogelijk is als Robba die gaat erin. Die zal niet neergehaald worden, want het is Praxis die wordt opgeblazen. Phoenix heeft ook niks meer, want Rechter is legendary. Sumi is godlike en KVM heeft de eerste match in deze best out of 5. Absoluut, finiet van KVM. Ik wil ook kijken wat Dibu hier qua pathing gaat doen. In welke mate kan hij hier, als we hier nu op de gang zien... Precies, ik wil je graag onderbreken, want Practice, die moet hier weer wegrennen. Heeft hij al een flash gebruikt? Safeguard is niet genoeg. Dat is die kracht van die Pantheon Jin combo. En gooi er nog een Nidalee bij First Blood, wederom voor KV Mechelen. Iedere keer ligt er een opening, maar deze keer is Knight erbij. Ik ga je weer onderbreken. Xavier die gaat hier iets te vroeg naar voren. Knight die gebruikt daar zijn flash niet ideaal. Dibu gaat daar naar voren, maar ook die gaat neer door Duimelot. Knight probeert er nog maar iets uit te halen. Weet daar dus nog twee kills te pakken. Ik denk dat Knight hem dan direct neerhaalt, wat ongetwijfeld ook wel een kern van waarheid heeft. Als Knight naar voren gaat... Precies, die vindt de Sleepy Trouble Bubble. En dan moet Sumi de ultimate defensief gebruiken. De Redemption Kill! Samen met om de... Om die timer maar zo lang mogelijk weg te houden. Als je eenmaal een level 6 Ornn hebt, die ook daadwerkelijk zijn lane uitvoert. Volgens mij uiteindelijk... Oh, Sumi, nee! Ik zat daar helemaal niet naar te kijken, maar Sumi wordt weer neergehaald en Knight hier op vlot. Vlot, nee! Het gaat helemaal mis, het gaat wat kwaad. Stuk zelfverzekerder. Lijkt ze zich veel beter raad te weten met deze champions. En dit is ook de comfort die ze dat is fijn. Maar dat is niet voldoende. Dat is niet waar je daadwerkelijk naar zoekt. En Sector 1 lijkt hier meer op het Sector 1 van weleer. Mogelijk ook zich even verslikt in de power van KVM. Als we hier natuurlijk op mid zien... Het is hier Sumi die gebruikt de Fate Sealed. En het lijkt erop dat Knight zijn Fate ook gesealed. Dus wanneer Duimelot aanwezig is, shutdown eigenlijk voor hem. Eigenlijk niet kunnen verliezen met een Ornn die nooit dood zal gaan. Precies, en over Ornn gesproken. Daar is de Ornn, die raakt Sumi nog. Die wordt niet genokken, want die weet nog wel zijn Soul Inbound gebruiken. Maar het is uiteindelijk uitstel van executie als Dibu die kill weet op te pakken. En met de Mountain Drake op de rift... Kijkt KV Mechelen wel of ze dit kunnen contesten. Sector 1 die waarschijnlijk op een lastige positie is. Maar heeft wel numbers advantage hier. Het is uiteindelijk Vlad die nog net weet te overleven. Want de curtains zijn geld. Nee hoor. Het is uiteindelijk Kijk die shutdown heeft gevonden. Wederom een sleep trap bubble practice. Ondertussen die Robba weet neer te halen. Zij is aan het zoeken naar een steal. Wordt gevonden door de Hulkshot. En die wordt ook weggescout door practice. Enchanted Crystal Arrow raakt hem en die wordt... neergehaald wellicht. Maar het is uiteindelijk de flash naar veiligheid. Die ervoor zorgt dat het, nog in leven blijft. Echter, Xavier heeft misschien zijn welkom wederom iets te lang hier gehouden. Alhoewel, Practice, die weet toch wel aardig wat damage. Hij mag misschien maar 1-1 zijn, maar Vlad
Die is nu 0-3. Phoenix is nu ook bij de partij. Robba die er ook bij is, maar er niks uit kan halen. En dit is de positie waar je in wil zitten als er hier nu een diepe engage doorkomt. Precies, Duimlot zijn ultimate is gebruikt. Die heeft een shield waardig wat damage te blokken. Maar DBD heeft zijn Sonic Wave erop geraakt. Die weet nou nog weg wat te komen. Het is Robba die nu 3 lage health bar ziet en eigenlijk 3 kills wil oppakken. Maar Practice het heel mooi te kiten. Het is Rechter die neergaat wanneer Dibu die kill weet te winnen. Een top half. Ja, nog steeds. Of een bot half, moet ik zeggen, nog steeds voor staat. Terwijl er hier weer een play gezet wordt. Sumi kan hier wel wegkomen. Is het vooral Sevier die uit moet kijken? Sevier die gebruikt daar de Bladscone om naar veiligheid te komen. Dibu misschien een plekje, een stapje te ver naar voren gezet. Wanneer de botlane van KV Mechelen ook van de partij is. Duimelot die springt naar voren, maar die moet gaan slapen. Even nog wel een shield om aardig wat damage te blokken. Maar het is niet genoeg, want Practice is nu op een killing spree. Flawed is geraakt door de Enchantress. Dibu is hier op de flank. De kick wint alleen Rechter. Maar dat zal waarschijnlijk genoeg zijn. Want Practice die weet te kiten en weet te killen. Robba probeert het nog waar te maken. Maar Dibu die zit nu in de 1v1 staat met Super Sonic Wave. Mist en gaat daardoor dood. Robba die weet aardig wat tijd te kopen. Flash uiteindelijk naar veiligheid, maar Knight weet hem uiteindelijk weer. Game op letterlijk dezelfde manier, maar zijn daarna geen moment meer dood gegaan. En dit was het Sector 1, toen ze op hun sterkst... Het is altijd een goede tijd om in Knight te investeren. Dat is een beetje de les die we leren keer op keer bij Belgisch League of Legends. Als ook hier nu de pressie gezet wordt... Het is Robben wellicht in de problemen. Die is Exhaust, die wordt gestunt. Dankjewel Winter's Bite. En het is de Enchantress die uiteindelijk afmaakt. Phoenix ondertussen. Die vindt zich in een 2 versus 3 situatie samen met Dibu. En Dibu weet daarmee recht. Zelfs voor hem is het niet echt een geweldige bezigheid. Niet iets waar hij heel blij van wordt. Want zij willen de plays maken, maar het zit er gewoon niet in. Nee, Vlad die ook het spelletje niet mag spelen. Je ziet hoeveel... Hoeveel damage Duimlot kan tanken daar. Die weet zelfs nog te overleven. Dat mag niet gebeuren. Zoomy weet er wel... Een 2-man ult te vinden om daar nog een kill op te pakken. Samen. Waar we zo blij mee waren. Maar in plaats daarvan het KVM wat ook in de finals tegen Sector 1 zich aandiende. En het heeft vooral te maken met hoeveel beter Sector 1 eruit ziet. Wat ze hebben. Al moet Naat hier wel uitkijken. Ja, heeft geen flash beschikbaar. Dit kan lastig worden. Zeker wanneer er door de deadlift flourish wordt geraakt. Robba die maar al te graag die shutdown oppakt zijn eerste ze kill. Ze kunnen het doen, maar ik denk niet dat het nodig is. Het is zeker niet nodig, maar het is de Belgian League. Waarom ook niet? De Ornhorn wordt daar gebruikt. Vindt alleen Vlad Duimlot is al aardig low. Robba die probeert de carries te neer te halen. Maar het is de Dragon's Rage die het uiteindelijk goed weet te maken. Dibu is zo goed op Lee Sin. Triple kill voor hem. Kijk nog voor iets meer wanneer Rechter wordt gezet. Is dit een quadra kill? We kunnen zelfs naar een penta gaan, want Zoomen die staat hier alleen onder zijn tuggen. Nog 1 target en hij wordt gestunt. Het is de Sonic Wave die raakt, maar Zoomy die gaat terug naar zijn clone Clans daar. Wordt de penta hier gegeven aan Dibu? Ja hoor, een penta kill! Ongelooflijk wat Sector 1 laat zien. Ik denk dat die flash van Flood op de Nidalee nog lang zal blijven achtervolgen in zijn nachtmerries. Want dat is precies de interactie die je niet wil. De Sonic Wave zit al bovenop, maar laten we wel wezen. Dat soort kleine fouten doen geen afbreuk aan... wat er anders gebeurd zou zijn. Sector 1 is simpelweg te ver voor... met de compositie die ontzettend sterker zal moeten garanderen. Precies, het werd de curtain call. Het was KVM die nog iets hoopte te vinden op de weg terug... waar ze een beest aan het verdedigen waren. Sector 1 echter moet nu wel op te passen. Dragon's Rage wordt gebruikt om Duimlot in ieder geval uit de backline te halen... maar het is hier Zoomy die de rekening weet te houden met Practice. 2 man neer aan de kant van Sect 1. Phoenix op een moeilijke positie. Nu heeft nog wel flash beschikken. En weet dan ook Duimlot neer te halen. Als een troostprijs. Sleepy Trouble Bobo. Die raakt op Rechter. Die moet die cleansen. Want Knight is maar al te goed in het spelen van Zoe. Phoenix ontzettend low. Weet niet de pedal start te raken op Flood. En Phoenix die nog weg weet te komen. Het is de Sleepy Trouble Bubble op Robba. Ornhorn wordt ook gebruikt om te disengage. Zoom, je gaat echt over een muurtje heen. Nee, dat is geen goede plek om te gaan recallen, Phoenix vriend. Nee, dat hoort hem niet. En het is uiteindelijk een ace. Zullen we deze game het record van 73 kills gaan verbreken? Dat is op dit moment de vraag die ik mijzelf stel. Wanneer Sector 1 wederom kijkt voor een engage. Dit keer is Duimlot de target. Daar komt Ornhorn. Die vindt er 2. En Robba die moet zoveel hier zien te kiten. Maar dat lukt hem helaas niet. Het is daar een 2-man knock-up. Dibu vindt er nog maar eentje. Teamfight met deze voorsprong. Zou altijd freeload moeten zijn. Dat is het hier ook. En hier nu nog een alles of niet steal, jongens. Kan de Baron hier gepakt worden? Precies, curtain call wordt gebruikt. Vlad, die wordt wel helemaal weggeforceerd. Knight, die zorgt er even voor dat Rechter maar de curtain snel weer dicht doet. Met een pedal star is hij zo neergegaan. Weet je wat er daar gebeurde? Er binnen
En dat is dat ze hier nu doen. Al zijn ze hier nu aan het contesten. Ik weet niet of je dat kan maken. Precies, en Chanted Crystal Arrow wordt gebruikt. Maar Sumi heeft een hele mooie ultimate op Practice. En Knight, die gaan allebei hier al neer. Xavier, die zal datzelfde lot ook vinden. Ik denk niet dat die hem hier een pentakill zal gaan halen. En het in zijn eentje kan waarmaken. KV Mechelen vindt hier de onmogelijke team. Dat is een voorbeeldje van zonder vision. Nadat je net een fight gewoon erin lopen. Hè? Ah, noem maar, ja, waarom ook niet. Maar het ergste is dat, zoals ik dus al zei, staan nog steeds ver voor. En ook een grote fan van de itemization van Floortier, even vermelden. Die is aan het bouwen richting, als ik me niet vergis. Mooi, staat ze van Practice. Daar is de ult. Oh, niet nog een keer. Maar dit keer wordt Sumi meteen opgeblazen. Practice, die probeert hier te kiten. Maar die zal uiteindelijk neer worden gehaald. Echter, hoeveel is er geïnvesteerd naar de kant van KVM om Practice neer te halen? Het antwoord is heel erg veel. Rechter doet heel erg zijn best. En doet dat ook heel goed. Wanneer Flant die kill weet op te pakken op Dibu. Maar ik denk niet dat het genoeg is. Het is 3 versus 2 op dit moment. Wanneer Knight is die Drake nog leeft. Van Baron ook over 10 seconden weer aanwezig op de map. De Sector 1 die kan gaan bepalen waar ze naartoe willen. Enchanted Crystal Arrow wordt gebruikt. Die vindt alleen Robba. Ornhorn vindt ook alleen Robba op dit moment. En kijk naar Sumi en Duimelot. Die kijken weer voor de flank, maar die worden dit keer gevonden. Dibu ondertussen op een moeilijke positie wanneer die 1v1 aangaat met Vlad. Robba is ook daar van de partij. Maar ondertussen Duimelot kan maar zoveel tanken. Sumi vindt dit keer alleen zijn ultimate op Practice. Dat is niet genoeg. Dibu die weet 3 man bezig te houden van KV Mechelen. En dat is exact wat hij moest doen daar. Knight die is nog aan het vissen. Hier zijn gegaan en de inhibitor die hier wordt opengebroken en daarmee de basis van KV Mechelen. Maar het wordt nog niet aan geforceerd. Kijk naar Phoenix. Hij heeft een flank position op dit moment. En daar komt ook de Ornhorn. Die vindt Robba en Vlad. Sumi die gaat wederom kijken naar de ingang op de backline. Maar kijk naar rechter. Die wordt opgeblazen. En Sumi is nu vreselijk out of position. Die kan zoveel tijd kopen als wil. Knight probeert hetzelfde met de Zonja's. Maar die heeft genoeg peel van zijn team Practice. Die doet hier wat target Practice op Duimelot. Die weet die neer te halen. En Sexone heeft nu weer... Knight was er niet bij. Phoenix stond nog op de botlane. Maar in plaats daarvan wachten ze even. Die split daar op prachtige wijze het team van KVM in tweeën. En als die niet een edge kunnen vinden, als die niet de backline vinden, dan is het eindelijk hier de 1-1 van Sector 1. Ze maakten het moeilijker dan nodig was. Ze lieten het er ingewikkelder uitzien dan dat het daadwerkelijk was. Maar deze keer hier dus wel de verwachte win voor Sector 1. Daarmee nu een 1-1 scoren. En ik vind het moeilijk om te callen, want beide teams... Ondanks de compositie en de hoeveelheid scaling die Sector 1 heeft, je kan Kasselin niet uitscalen. Dus jij bent alsnog degene die hier wat gedaan moet gaan krijgen. En ik zie dat liever early dan laat gebeuren, terwijl Phoenix hier diep gaat. Ja, we hadden het over gezellig traden in de toplane, maar Phoenix heeft compleet andere plannen. Al moet hij hier wel oppassen. Phoenix heeft echt geen HP meer. Doen. Beetje back and forth vinden in de botlane. Echter niet heel erg impactvol. En wederom hier. De korte trades gaan aan de kant van Phoenix op. Maar dan uiteindelijk is het toch Robba die er het beter... Phoenix, je bent level 4. Hij is level 6. Robba is level 6. Oh nee. Dit is een probleem. Flash wordt daar gebruikt van Phoenix. Robba heeft echt niet zoveel mana. Maar heeft natuurlijk ook zijn passen beschikbaar. Dus Phoenix, ik weet niet of je dit echt per se wil doen. De Mainwave is namelijk ook echt wel groot. Dus het zal een trade voor je leven zijn. Maar ik zal dan eerder gewoon lekker die mains oppakken. Ja, Robba, die is maar al te... Je weet maar goed van het feit dan. Hij heeft er available. Is prima. Nou, het heeft ult. Die beweegt ook nu naar die toplane. Wordt wel gespot door Control Ward. Realm Warp wordt gebruikt. Om hem wat sneller daartoe te brengen. Robin die gaat ondertussen gewoon kijken voor time. Dat lukt hem ook gewoon met de Soul Furnace. Kan hij hier beter voor een execute gaan, maar dat wordt nu lastig. Knight die pakt hem dan maar al te makkelijk op. Shutdown voor Knight. En je zei het, Knight die moet van die Knight heeft opgepakt. Als ik die gedachte even vasthoud, want Robba en Vlad en zijn vrienden zijn allemaal in de toplane. Practice, die heeft 1 cleanse voor de Enchanted Crystal Arrow, maar niet voor de decimate. Gewoon je teammates af kan wachten. Team in de Belgian League op dit moment. Al probeert KV Mechelen wel echt een case ervoor te maken. Deze Drake, die over iets minder dan een minuut zal spannen, redelijk makkelijk naar Sector 1 zou gaan. Al moet Dibu hier niet doodgaan. Want dat zal helemaal desastreus aflopen. Vlad, die weet... fouten die je dus niet mag maken als Sector 1. Ik snap dat je de backs wil cancelen om daar een Drake securen. Maar ik denk, ja... Practice, jongens. Wat doe je daar nou? Het is de ultimate van Xavier die nog wordt gebruikt, maar... Dit is allemaal niet nodig. Dit is de tweede keer dat Practice dat Sector 1 een play maakt die ze niet hoeven te maken. Respecteer nou dat je aan de zwakke kant van de map zit. Phoenix moet hier zonder reden flashen en hij gaat alsnog dood. Hele. Je hebt wel een
voordeel over deze matchup. Maar nu Phoenix, die kijkt voor de engage. Oprechter Ornhorn wordt gebruikt. Het is Deadly Flourish die ook neerkomt. Maar Phoenix die staat er nu in zijn eentje. Wanneer de bot neemt van Sector 1, die zit flink in de problemen. Want Robba doet samen met Vlad zoveel damage op ze. Phoenix die staat daar nu in zijn eentje. En in de wijze woorden van Chronicler, dit is allemaal niet nodig, jongens. Wat gebeurt er in de komst van Sector 1? Knight heeft geen mana en staat op topside. Je hebt je meest vet member, je essentiële damage dealer, de hard carry van je team, is niet aanwezig bij je. Waarom ben je hier aan het hard forceren? Knight gaat hier gewoon een kill opgeven aan eSports. Want ik weet niet wat Sector 1 aan het doen is. Zijn mogelijkheden als KVM niet respecteert. Maar Kastelin heeft level 11 aangetikt van de 5, van de redelijk vet. En die heeft de vorige keer ook niet heel veel dood geraakt. En Phoenix staat hier alleen. Dus Phoenix gebruikt daar zijn ultimate om de wave te clearen. Maar daar zit een cannon minion bij met Vlad, Duimlot, Rechter en Robba. Het zijn ongeveer 4 man te veel. En zal daarmee zijn 5e death van de game vinden. Sector 1 echter wel dit keer met het antwoord om die Rift Herald meteen te gebruiken in die top lane. Tier 2 turret gaat neer. Zal ook een charge afkrijgen in die inhibitor turret. Dus dit is wel enorm belangrijk aan de kant van Sector 1. Nou, zoals FlyQuest vandaag de game kon winnen, dat kan. Topplayer die het slechte game heeft, wil niet zeggen dat het direct einde verhaal is. Maar ik weet niet hoe ze gaan dealen met de scaling aan de kant van KVM eSports. Toen valt aankomen van, nee, dat is hem toch niet. Robba is ook naar de backline geteleport. Die wint die Decimating Special Practice. Zeker die hackslash daar over de muur. Vindt daar ook de ultimate, maar net niet genoeg wat nodig is. Knight? Echter, Knight weet zoveel damage te doen. Curtain, Call, Vint, Sumi, daar Robba. Die gaat neer. Dat is een mogel belangrijke kill op Knight. En het zijn dan ook die kills die gewoon allemaal naar Knight gaan. 3 om 1 nu die man. 100% kill participation. En dan toch deze trade voor Sector 1. En ondanks dat Sector 1 fouten weet te maken, weet ze wel die essentiële fight. Tegen een Ryze de jungle in. Dat mag je niet doen. Ik weet ook niet of dit goed af gaat lopen. Precies, Knight die vindt zichzelf daar in een 1v2. Maar daar komt wel de teleport in van Phoenix. Zoveel damage op Rechter. Vlad staat ook nog op een vreselijke positie. De Javelin Toss. Weet je wat? We zeggen gewoon dat het een foute prediction is in plaats van een... Oh, nee, niet nog eentje. Daar is de Skullcrab. Practice is echter aan de andere kant. Vlad, vroeg of laat zal die neergaan. Die wordt opgepakt door Practice. Belangrijke shot als hij samen met Knight nu gaat kijken voor een pick op Robba. Maar Vlad... Die is hem aan het ghosten. Hetzelfde geldt voor Duimlot. Als je dat soulpoint hebt, en dan kun je waarschijnlijk de volgende Drakefight vinden voordat Sumi er is, maar dan wordt hij al geëngaged. Precies, je moet dan wel zijn soulfight aangaan met je support. Het helpt niet wanneer Xavier neergaat. Die zal hier ook neer worden geknald door Robba met de ultimate. Double kill voor hem. Phoenix, die kan wegflashen, maar uiteindelijk, de slows zijn gewoon net iets te veel. Geef me een triple kill voor Robba, die het zo uit... En dit zou het... einde verhaal moeten zijn voor Sector 1. Knight achterna. Knight hier nu in zijn eentje. Precies, heeft die wel wordt dus niet beschikbaar. Probeert daar Sumi op te blazen. Met aardig wat werk op te doen. Maar die heeft de Archangel Shield. En ook nog de Duimlot Wildgrove. Knight, die heeft zo'nzelfde shield beschikbaar. Weet ook echt heel veel damage te doen. En heel veel tijd te kopen. Maar ik denk dat hier Phoenix, die is in zijn eigen def geteleport. Gebruikt nog wel de Ornhorn om wat extra tijd te kopen. Maar ik denk dat het extra tijd extra uitstel van executie is. Robba weet ondertussen 3 man bezig te houden. VM die daar een shutdown van Knight weet te pakken. En nog meer tijd voor... Oh! Practice! Af en toe een stapje en te ver. En hun Baron damage is ook niet oké. Ja, dat gaat heel rap. Dat gaat heel erg rap. Vlad is er nu Phoenix wel bij van TP. De partij. Phoenix heeft geen TP. Robba die heeft die van hem al gebruikt. Realm Orb komt er ook bij. Hij wordt gesecured daadwerkelijk door Sector 1. Maar kunnen ze daar ook wegkomen? Dat is de vraag. Xavier gaat neer en zo ook Knight. Het is een Als Sector 1. Dat is een trade die je altijd pakt. Haalt vooral heel veel pressure weg van KVM. Die hier toch wel redelijk de map aan het overpakken zijn. Om een fight backer aan te gaan. Ja. En KV Mechelen realiseert dat zich maar al te goed. Zij gaan met z'n allen de back naar base. We hebben net nog geen Deathstance of Kreis. We hebben net nog geen Leandries. Lekker laten voor wat het is. Het gaat vooral om niet doodgaan. En deze Baron push overleven. En als dat goed gaat, zit je als KVM in een geweldige positie. Maar het blijft Sector 1. Practice, die wordt er gevonden. Mooie Captain Jack Clans daar van Practice als de Enchantress Arrow hem daar had gevonden. Maar kijk eens hoe snel Xavier daar neergaat. Hetzelfde lot geldt hier voor Phoenix. Die probeert hier weg te dashen. Sector 1 moet hier proberen weg te komen zonder man te verliezen. En tot nu toe lijkt het aardig goed te gaan. Ornhorn komt er ook nog bij. Gaan ze hier kijken voor de re-engage. Oprechter, die vinden ze. En dat is een essentiële kill daar. Die boel op een lastige positie.
Kan Sector 1 nog iets anders vinden? Ik weet niet of ze hier nog aan willen gaan. De curtain call komt er ook bij. Zoomy die gaat hier naar voren. Vindt er ook Dibu. En het is uiteindelijk een 1-voor-1 trade. Maar wie trekt hier aan het langste eind? We zien hier nu de healthbars die hier doorkomen. Heel sneaky van Knight. En Knight mag niet neergaan. Nee, maar Knight gaat alsnog neer die Realm Warp. Naar zijn eigen dood. Zoomy die heeft nu vrij spel. Geef mij 2 kills. Maak er zelfs 3 van. Kan gaan kijken voor een Quadra. Ja hoor. Quadra kill voor Zoomy. Iets gaan vinden. Het zou zomaar kunnen dat de game hier gewoon direct voorbij is. Misschien dat ze de wave nog kunnen clearen. Lijkt er wel op. Dus hij gaat heel comfortabel zijn zo meteen. Die hoeft zich nergens zorgen om te maken. Oh wel, wordt nu wel gevonden door Xavier. Maar het is de vraag wie heeft gevonden. Want op dit moment brand je gewoon door een Nautilus heen. Makkelijke kill hier voor rechter. Robba die is er echter nog niet klaar mee. Die wil er nog wat meer. Die komt daarin met de ultimate. Kedegedeng. Die forceert daar in ieder geval de flash van Knight. Dat is een belangrijke. Ornhorn door Phoenix komt er nu ook bij. Maar die wordt gepolymorph, mag niet eens gebruiken. Het is Duimelot die daar ook moet oppassen. Is daar weggeflashed. Zoomy is echter nog niet van de partij. Ik weet niet of Sector 1 daarvan op de hoogte is. Ja, maar ze zit nu op een moeilijke positie. Die heeft als level 14 Nidalee namelijk een goede 20 seconden Zoomy bezig gehouden. Dus die pak je. Daar ben je blij mee. Sector 1 speelt hij namelijk vooral voor een leven. Want dit zou eigenlijk redelijk einde verhaal moeten zijn. Maar met 7 die er nog bij komt. Weet je als Sector 1's coach dat je hier niet blij mee bent. En dat is oké. Okay. Deze teams hebben al een tijd niet meer gespeeld als Zoomy daar erin gaat. Precies, Zoomy is daar in zijn eentje. Maar ja, het is een level 17 Castellon. Tussen Phoenix, die wordt gewoon downgerund. Die mag niet eens het spel spelen. Maar kijk ook vooral naar de tophelft van je scherm. Want Knight is neer. En daarmee is ook Sector 1 neer. Dibu is als enige nog leven, maar die gaat het niet doen. En het is zo KV Mechelen die het weet waar te maken. 1 laatste push. Het zijn alleen nog 2 Nexus turrets die hun weg staan. Maar KV Mechelen voor het eerst in dit hele jaar wordt Sector 1 geforceerd naar matchpoint tegen KV Mechelen. Zij hebben 2 kansen om hun tickets te boeken naar die finale. Heel verdiend. Heel verdiend. Heel verdiend. Heel verdiend. KVM eSports moet gewoon deze die hier voor een fight wil gaan. Dibu echter al heel erg low. En ik zou ook denken dat de level 1 van van KV Mechelen eerder een stuk sterker is. Knock-up daar van Phoenix raakt Robba. Die zal hier ongetwijfeld neergaan. Het is Dibu die over een muurtje wegflasht. Maar Vlad die gaat recht achter hem aan. Safeguard over de muur. Het is hier Sector 1 met een first blood. En heeft daar niemand voor moeten opgeven. Alhoewel? Knight, dat was iets te vroegen. Ja, snel back gegaan nadat hij dood was gegaan in die level 1. Nou wel, hou die gedachte eventjes vast, want Xavier moet daar wegflashen. De druk op Practice schijnt nog steeds groot te zijn wanneer rechter hier 2 kills weet op te pakken. Lijkt hier in iedere individuele matchup, buiten misschien de jungle en de midlane om, consistent outplayed te worden. En het is geen goede look voor ze. Oh nee. En het lijkt zich ook consistent niet te werken. Xavier en Practice hier nu worden gevonden. Ja. Xavier geen flash beschikbaar. Heal ook nog niet. Die zal zonder problemen opgepakt worden door Flood Practice. Die had nog wel zijn flash over. Calling van Zoomy doet aardig wat werk daar. Maar Dibu nu in de problemen. Flash naar voren van Zoomy. Die heeft hij nu over. Na die level 1. Phoenix nu zijn ultimate gebruikt. Maar KV Mechelen zie je de eerste Drake weet op te pakken van deze game. En dat is de Infer Drake. Zit een Knight die geen prio heeft. En het gaat gewoon allemaal niet lekker. Dit is een belangrijke gank voor Dibu, want anders staat hij te ver achter als dit fout gaat. Precies, deze zal heel, heel goed zijn. Die pakt ook die kill op. Triumph weet hem nog in leven te houden. Dus de camouflage, die is aan het auto-attacken. Ja, en dan nu wordt er geflasht op Xavier eerder. En die heeft nergens om naartoe te gaan. Vlot mist net de Swirl Seed. Heeft nog geen ultimate beschikbaar. Kan hem dus niet laten slapen, maar Zoomy is nu ook van de partij. Dus pak hem gewoon lekker op. Heb Bonnetjer niet eens bij nodig. Het is zo gratis. Ja, niet eens te betalen. Wordt opgepakt. Hoe je daar daadwerkelijk komt, dat is een hele moeilijke. Terwijl ze hier voor een play gaan op Duimelot. Precies, dat is de klassieke visstrategie daar. Zet een controle. Kijk, hier wel een punish potential. Als we hier nu Dibu zijn tegenstander zien vinden. Precies, Dibu zit aan het vechten met Vlad. En die wordt een slaapliedje. Zie je daar ook die sweet spot. Toch niet. Beetje elkaar aan het aftasten. Het scheelde niet veel. Oh, wel Practice. Ja. Hier wordt de lilting door Sector 1.
iets waar je altijd op kan vertrouwen. Phoenix echter. Dat is de verkeerde kant, jongen. Kan proberen Flalt neer te halen. Je Ornn natuurlijk nog steeds een assassin. Oeh, dat is de verkeerde kant op. Dus dat maakt het een stuk lastiger in ieder geval. Flalt heeft nog steeds Lilting Lullaby beschikbaar. Duimlot is ook van de partij. Het is heel lastig om Engage te vinden. Bibu, die is aan het kijken op dit moment. Dredgeline wederom mis, maar nu Phoenix erg ver naar voren. Die dash weg naar voren. Daar is Lilting Lullaby, die vindt alleen Xavier. Maar soms is dat alles wat gebruikt kan worden. Ultimate van Flawed is neer. En beide teams zitten aan het kijken. Practice. Ornn beschikbaar. Daar komt dan uiteindelijk Practice. Die wordt gezien nu. Duimlot op een hele mastige positie. Die gaat als eerste neer. Practice pakt de kill op. Zoomy die staat erg ver naar voren. En kijk, Practice en Phoenix. Practice weet aardig wat werk te doen. Maar het is zeker te weten niet genoeg. Het is Xavier ook neergaat wanneer Flawed unstoppable is. Knight doet zo erg zijn best. Maar soms is je best niet genoeg. Double kill hier voor Robba. Double kill voor Flawed. Het is alleen Knight die levend is. Zulke lage health bars aan de kant van KV Mechelen. Maar het zal het waarschijnlijk niet worden van Knight. Een enorme fight voor KV Mechelen. Knight kan hier nog steeds threatenen. En kan ervoor zorgen dat er hier nog geen Drake opgepakt wordt als daar de teleport. En dat is waarschijnlijk einde verhaal voor de midlaner van Sector 1. Als het ontvangstcomité daar klaar staat in zijn eentje. Knight, hij doet zo zijn best. Maar Sector 1 geeft hier een puur een Blade of the Ruined King. De Mountain Drake gaat naar KVM eSports. Dat is net iets te veel van het goede. We zien wel dat hij voor een spellbinder is gaan. Dus hij gaat er echt alles aan doen om iemand te one-shotten. Dan wel Stoomy. Dat kan gaan worden. Diebo komt eraan, maar die gaat ongetwijfeld te laat zijn. Mogelijk een middelste steal van Knight. Precies, het moet een steal zijn. Baron nu op ongeveer 3k practice met de spray and pray. Heeft hij alleen maar Robba kunnen vinden tussen met de outstack of Mirror. Het is wel de Lilting Lullaby op Knight. Heeft aardig wat damage te doen, maar zelf doet hij helemaal niet zoveel damage met de Unleash Power. Baron is gereset. Dibu staat er nu in zijn eentje. Die krijgt de Death Charge op hem. Wordt er nog achter hem aangegaan. Maar kijk nu naar Robba. Die gaat ook in voor de engage op Xavier en Practice. Practice, die heeft zijn flash bewaard voor deze fight. Maar Flawed, die stond hem al op te wachten. Hoe staat Practice ineens in de Baron pit? Hij wilde de Robba ultimate torchen. Nee! Het wordt heel lastig, zeker wanneer Duimlot over de muur flasht. Die haalt Knight neer. Flawed is zelfs legendary op dit punt. En op dit moment ziet het er heel lastig uit voor Sect 1. Xavier flash nog over de muur. Diepe KV Mechelen. Oh ja, en Tibu die kan hier mogelijk nog... Nee, never mind. Geen hoop. Nee. Absoluut niet. Oh jongens, nee. Oh, ze hebben de kill op Duimelot, maar Practice okay. Die zal hier zijn lot waarschijnlijk moeten vinden aan Robba. Dus uiteindelijk Sumi Demon weet op te pakken. Sumi, aardig loog, gaat uiteindelijk dood aan die Twitch passive. Uiteindelijk toch wel Baron Buffs minder, maar zijn de dingen om de wonden mee af te likken. Robba... Die gaat nu weer wat extra kills in de wand. Oh! Dat was heel fel staat. Ga je dit vechten als Sector 1? Want die Drake die gaat al heel snel neer. Echter zelf, hij is al neer. Duimelot, die zit daar op Phoenix. Die is niet eens bij de partij. Knight wordt opgeblazen. Sumi heeft zijn Lucian weer terug. Zijn vrouwtje is er ook bij. Rechter weet die andere kill op te pakken. Practice, die heeft met een Runa, Zurgen en een Blade of the Root King niet eens genoeg damage. Ja. En Phoenix die teleport hiernaast. Maar zelfs op dit moment in de Belgian League. Het heeft een heel jaar geduurd, maar ze gaan hier dus voor de allereerste keer een serie verliezen. Dit is deze organisatie buiten EU Masters om nog nooit overkomen. Maar het is meer dan terecht. KVM heeft hier keer op keer op keer de fouten van Sector 1 afgestraft. De botlane die te ver naar voren loopt. En het puur afgaan op de power van Knight is helaas niet meer voldoende. Uiteindelijk is het KVM eSports die hier een 3-1 winst gaat pakken boven Sector 1 en daarmee zichzelf in de finale van de Country Final set. En Sector 1, jullie moeten jezelf opnieuw uit gaan vinden, want dit was bij lange na niet voldoende.